Met blush kun je prachtige nagels maken. En de trend is natuurlijk een rechte, vrij vierkante nagel. Maar wat doe je nou als de natuurlijke nagel niet helemaal vierkant is en je toch de lengte wil behouden die de nagel nu al heeft? Als nagelstylist heb je natuurlijk een extra voordeel, want jij weet hoe je met acryl een mooie vierkante nagel kan maken. Ik ga je dat laten zien. Ik heb het schabloon al geplaatst, ik heb bond al aangebracht en nu ga ik mijn acryl aanbrengen. Het schabloon heb ik al geplaatst. Ik heb de oortjes aan deze zijde en aan de andere kant natuurlijk niet weggeknipt, want die heb ik juist nodig om een goede, strakke, rechte nagel te kunnen maken. Het schabloon staat ook ietsjes omhoog om een goede aansluiting te krijgen op de vrije rand van de natuurlijke nagel. De klanten die deze nagels dragen houden van dunne nagels, dus let erop dat je ook dun werkt en maar een heel klein beetje acryl gaat gebruiken. Ik leg mijn acryl op de nagel. Blend hem goed in de nagel en dan ga ik hem meetrekken naar de zijkanten van de natuurlijke nagel. Ik heb in dit geval voor gekozen voor de hot camouflage, omdat deze straks mooi aansluit bij de kleur blush die ik heb uitgekozen. Ik vind het mooi om de nagel nog een pinch te geven, zodat ik een mooie C-curve in de nagel krijg. Ik check of dat de acryl hard genoeg is. Dan zet ik hem schuin op de verlenging. Ik heb het schabloon verwijderd, dus nu kan ik blush aanbrengen. Ik heb gekozen voor de kleur Spoiled. De eerste laag die ik aanbreng is heel dun. Dit is mijn hechtlaagje. Pak goed heel de nagel in. Blijf wel natuurlijk uit de huid. Nou, dit laagje is uitgehard. En nu wil ik mijn bolling aan gaan brengen. Ik vind het fijn om een nieuw laagje gel aan te brengen, heel dun, zodat mijn bol die ik ga aanbrengen, dat die makkelijk gaat egaliseren. Nu ga ik een grotere hoeveelheid gel uit het flesje nemen. Die leg ik neer ongeveer op de apex. Ik duw hem richting de cuticle. En ik neem hem mee naar beneden. Richting de cuticle, neem mee. De nagel is nu uitgehard en ik heb de kleeflaag verwijderd. Ik heb een beetje in de huid gewerkt, dus ik ga je laten zien hoe ik dat eruit ga veilen. Het uitstekende deel ga ik wegveilen. En ik eindig naar boven. Het is belangrijk om dit goed weg te veilen, zodat het kunstproduct goed op de natuurlijke nagel verzegelt. Want anders gaat die lucht trekken. Ik ga nu de vorm corrigeren. De stand van de vijl is hierbij heel belangrijk. Ik ga het eerst even laten zien voordat ik daadwerkelijk ga veilen. Ik zet de vijl recht tegen de nagel aan. Dat betekent dat ik hem op het meest uitstekende deel als eerste raak. Probeer niet in één keer heel die nagel te raken, want dan ga ik scheef veilen. Let goed op de stand van je vijl en ik kijk daarbij naar deze lijn. Dat die recht is. Ben ik dan op de lengte waar ik zijn wil, dan stop ik in het midden en haal ik mijn vijl eraf. Zou ik namelijk opzij eindigen, dan eindigt mijn vijl omhoog en dan ga ik deze zijde afronden. Dus ik zet mijn vijl er tegenaan. Ik kantel de nagel iets naar beneden, zodat ik goed kan zien of dat ik recht vijl. Het is best wel lastig om de nagel kaarsrecht te veilen, maar je kunt ook altijd vanuit het zicht van de klant veilen. Ik pak daarvoor de nagel en ik hou hem op ooghoogte. En op deze manier kan ik de lijn mooi strak krijgen. Zet hem alleen op het puntje wat je nog wil veilen. Als je de zijlijnen gaat corrigeren, let wel op dat je niet de hoekjes raakt, want die zijn nu al bijna perfect. Ik zet mijn vijl schuin op de nagel en ik veil hem omhoog. Hetzelfde doe ik aan de rechterzijde. Ik zet hem tegen de zijlijn aan en ik veil hem omhoog. Ik vind de nagel nu op dit punt vind ik hem nog een beetje uitsteken. Ik zet daar mijn vijl tegenaan. Daarmee pak ik de zijlijn nog een keer terug. En wanneer ik er ben, draai ik mijn vijl naar binnen. Zodat ik een mooie gladde overloop krijg.
De nagel is nu klaar voor de topgel, maar deze nagel zou geen indaarnagel zijn als ik er geen glitter of een vleekje aan toe zou voegen. Dus ik ga wat chameleonflakes nog aanbrengen. De nagel is klaar, kijk maar mee naar het eindresultaat. Zo zie je dus dat je met op deze manier van iedere nagel een hele mooie, strakke, vierkante, trendy nagel kunt maken. Zo zie je dus dat je de perfecte vierkante nagel bij iedereen kunt maken, zelfs als je een hoekje mist.